Hey, moeten wij ook een keer in Zeeland een uitzending gaan doen? Vind je ook eigenlijk niet dat dat goed is? In Zeeland? Ja, ja, ik las het. Galit en Sofie in Zeeland. Sophie. Ja. Morgen? Woensdag, geloof ik. Woensdag? Woensdag, omdat het een jaar... Of ja, na het excuus is, ik weet niet precies, ja. Maar een jaar nadat Rutte had gezegd dat Nederland excuus aanbiedt. Ja, kijk, omdat ik vandaag positief ben... Je moet niet gaan trappen op mensen die al op de grond liggen. Dus je moet niet nog meer leed van maken. Nee. Maar het is natuurlijk een slecht idee. Er gaat niemand naar kijken. Idee? Het leeft totaal niet in de samenleving op die manier. Ja, dat liever uit een van die panden van hem gedaan. Maar dat maakt niet uit als ze daar geen kijkers hebben. Zeg jij? Nee, ik vraag het aan jou. Welke panden? Nee, dat had jij het er ook gelezen, geloof ik. Of niet? Dat hij heel veel panden had. Die Khalid, dat een huisjesmelker heeft is. Heeft hij panden? Die heeft 8 panden, ja. Echt waar? Dat past niet zo bij GroenLinks Partij van Arbeid. Maar over excuses gesproken. Weet je, ik ben heel enthousiast over het gemeentebestuur van Horen. Want die hebben daar... Jan Pieterszoon Koen staan. Die blijft gewoon staan, hoor. En die blijft gewoon staan. En ze verdommen het excuses te maken wat de hele woke-gemeenschap weer wil. Want ze zeggen, wij voelen ons helemaal niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de VOC-tijd gebeurd is. Ja, bij hen ligt het wel iets gevoeliger. Want dat is natuurlijk echt een kind van hun stad, van die regio. Al die zeehelden. Maar... Ik vind het allemaal gelul, die excuses. Nee, zij zeggen ook van, ja, maar de koning heeft het gedaan, Rutte heeft het gedaan. Dus waarom moeten wij het ook nog doen? Maar ik denk wel dat zij zich nu gesterkt voelen door de politieke wind die er is in Nederland, dat ze denken van, ja, nu hebben we ook scheid, weet je. Dan heeft het toch nog voordelen dat we een rechtse wind hebben. Ja, nee, ik weet het. Het gaat ook een beetje ver, want straks moet je dus al die naambordjes weg gaan halen. Ik bedoel, er komt de tijd dat er helemaal niks meer kan dan natuurlijk. En je ziet het nu ook met die Marcouch, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, dat hij nu de ordebewakers ook met hoofddoekjes en kippeltjes en zo laat uitrusten. Nou ja, goed, dat is een Marokkaanse burgemeester. En binnen zijn gemeente heeft hij het voor het zeggen. Kijk, de politieagenten mogen dat niet, want die vallen onder Den Haag. Maar dan moet de bevolking van Arnhem zich over uitspreken. Ik heb daar verder geen mening over. Wacht, zeg je nou iets? Nee. Ja, ik hoor hier mensen schrikken op dit moment. Die zeggen, Johan Derksen heeft geen mening ergens over. Nou, ik vind het gelul, maar ik heb daar voor de rest geen mening over. Nee, daar heb je toch wel een mening over? Ja, ik vind het belachelijk. Maar ja, goed. Dat bedoel ik, ja. Maar goed, ik begrijp wel, een Marokkaanse burgemeester die staat... dichter bij de islam, die toont veel meer begrip en zo. Maar wacht even, het is de wereld een beetje op zijn kop. Dus dan zou dat in Rotterdam straks ook zo zijn? Met Abu Talib bijvoorbeeld. En er zijn nog een aantal gemeentes waar je mensen met een Marokkaanse achtergrond... of volgens mij niet. Nee? Als burgemeester? Nee, heb je 2 maar. Oké, maar 2? Ja, je kan dan wachten op wat er in Ik vind die burgemeester van Arnhem trouwens... niet op in de Nee, we zijn 2, toch? Denk het wel. Ja, 2. Ik vind een goede vent verder, hoor. Echt een goede vent verder. Maar ja... Maar zo'n gemeenteraad staat het ook toe, hè? Maar dan ben ik bang dat GroenLinks, Partij van de Arbeid... sterk vertegenwoordigd is daar. Ja, dat maakt me, wat vind jij ervan? Want je gaat er alleen maar positieve dingen over zeggen. Je vindt het een goede ontwikkeling. Nee, ik vind dat je in land een generieke maatregel moet hebben. Of je doet het met z'n allen niet. Of doet met z'n allen wel. Het kan toch niet zijn dat je in Arnhem... dan gaat iedereen solliciteren in Arnhem. Ja. Want wil iedereen daar boa worden of weet ik veel wat. Tenminste, als je een hoofddoek wilt dragen. Ja. Ja.